Het is vandaag, ja, ik hoor mij toch goed. Het is vandaag 8 april 2016. 16e editie van Motel Muziek. Yes. We hebben dichter voor de tweede keer met een waanzinnige band. Vorige keer was het akoestisch, nu met een complete band. Het Was een tierenlier. Ja. Wat hebben jullie een paar weken gedaan? Ik heb gewerkt aan een videoclip. Die is ook vandaag uitgekomen van het nummer Sins. Daar heb ik aan gewerkt. En natuurlijk toegewerkt naar een optreden zoals Motel Muziek. Want ik speel eigenlijk nu al 3 dagen. Gisteren heb ik opgetreden, vandaag dus 8. En morgen, de 9e van april, speel ik ook tijdens Parfum de Boom Boom. Dus ja, super druk eigenlijk. Dus veel voorbereidingen voor shows. Ja, toch verschil met de machinist eigenlijk. Ja, een stuk groter. Meer energie altijd, denk ik, met meer een band. Publiek, gelukkig. Ja, ook. Ja, hoewel bij In de Machinist waren ook gelukkig veel wat minder mensen. Maar wel, ze deden wel lekker mee. En dat is denk ik belangrijker, het belangrijkste bij een optreden. En nu merkte ik ook wel gewoon dat mensen gewoon lekker meegingen. En ja, dat is heel tof. Wat ga je verder doen? Ik ga nu even rusten. Mijn stem is een beetje weg aan het gaan. En ik moet morgen nog optreden. Dus ik ga denk ik gewoon een lekkere... En daarna? Naar het La Haine Festival. Dat is ook een heel tof festival in Rotterdam. La Haine Art. En wie weet wat er dan gebeurt. Ja, Facebook is Ik Ben Dichter. Website dichterbijdichter.nl. En je kan me ook vinden op Twitter en Instagram onder de naam Ik Ben Dichter. Thank you. Graag gedaan.